Yep. Oh, je zag een... Oh, gestolen voertuig. Oh. Zo, oh, we staan ook... heel agressief in één keer zo. Ja, we worden helemaal omsingeld. Gestolen voertuig. Ja, ja, we reden net... We gaan even een proefritje laten maken. Ja, met, we reden net in de Mercedes AMG Jeep. Barrelrolls en zo. En... Ja, dat is echt belachelijk. Als je naar links gaat, vlieg je... Kan ik misschien één keer doodgaan door dat. Hallo agent, hoe is ie? Bij mij prima, en jullie? Ja, lekker man, we worden gecontroleerd op gestolen voertuig. Nou ja, het voertuig is van deze meneer, dus ja, als wij een melding krijgen van een gestolen voertuig, dan komen wij even kijken, ja. Ja, ja. Hey, ik hoop dat deze voertuig van jou is, ouwe. Nou ja, ik heb het toch echt gekocht hier, dus Nee, die auto staat helemaal op naam, dat is allemaal in orde. Oké, prima, dan handel jij het maar af, dan ga ik weer verder. Ja, ik zag alleen dat u meneer Ryan een beetje veel boetes open hebt staan. Ja, dat is een beetje een dingetje. Ik wil toch even een tip geven om ze langzaam af te gaan betalen. Het kan anders hele vervelende gevolgen hebben. Ja, ik heb zeg maar een soort van klein probleempje gehad met een of andere fitspaal. En God is er al van op de hoogte. Oké, dan is het helemaal goed. Misschien is het dan beter om nog even te wachten met het aankopen van een nieuwe auto en eerst de boetes te betalen. Nou, ik ben zover dat ik niet meer verder kan tellen dan mijn boetes, zeg maar. Ze zijn er zoveel dat ik niet hoger kan tellen. Dat is een beetje een probleempje. Ja, nee, dat snap ik. Nou, daarom hou ik het ook gewoon even of bij een mededeling. Nee, het is van één flits. Er zit in zo'n auto zit ook iets als cruise control. Ja, ik werd echt door dezelfde flitspaal zo'n 20 keer achter elkaar geflitst of zo. Dat was een beetje apart. Ja, nou ja. Kan gebeuren, dan zullen ze vanzelf wel verdwijnen. Ja, het komt wel goed. Het is echt rustig. Oh jongens, ik heb hier een dingetje. Dat is... Ja, en wat is het dingetje? Ik heb hier een busje aangetroffen tegenover de wapenwinkel naast de car dealer. Auto staat op naam en er zit 149 cannabis in en een 10 zakjes cannabis. Er komt iemand aanrennen. Dat doe je toch niet, joh? Ga je zomaar in iemand zijn kofferbak kijken? Oh zeker wel, en zeker als die verlaten is met een rokende motorkap. Oh. Nou, dan mag het wel. Nee, maar dan ga ik weer verder. Deze dat lijkt me verstandig. Joejoe. Is er een hand, collega?
Nou, dit voertuig staat op naam van Thomas Dijkema. En ik zie hem ook al dat hij actief is op Twitter. En ja, in de kofferbak heb ik illegale drugs aangetroffen. Maar ik heb meneer Dijkema net nog op politiebureau gesproken. Zijn er gewonden gevallen? Negatief. Oh. Ik moest net naar het bureau komen omdat hij bang was dat hij in het computersysteem stond. Maar hier kunnen we wel voor opzetten in het systeem. Ik wou net zeggen. Reden om een bezoekje te brengen aan deze meneer. Of we kijken even of hij... Kijk, daar is hij volgens mij. Die man sprak ik net ergens aan. U was toch hier... Wacht, wat is dit? Kijk maar. Ik ben de heer... Ik heb een... Ik heb de shift speed in zich... Oh, wat? Dat is niet mijn... Dat is snel. Wat is snel? We gaan even veilig aan de zijkant van de straat inzetten om even een gesprek aan te gaan. Ja, maar hoe heb ik dan handboeien, hoor? Even voor mijn eigen veiligheid. Ik wil even weten wie u bent en wat u hier komt doen. Ja, ik kom mijn bus repareren die de fot in je paaltje is aangeknald. Dus dit is... Dit is jouw bus die hier staat? Dit is mijn pracht, dit is mijn leven. Ja, en de kofferbak is altijd net zo schoon als het altijd van binnen is. Dus dan spreek ik hier met Thomas Dijkema. Oh god, hij weet mijn naam ook al. Oh god. Ja, u bent actief op Twitter, heb ik zojuist gezien. Ja. En we hebben het kenteken even nagetrokken. En inderdaad, de bus die behoort tot jou. Alleen ben je wel in bezit van verdovende middelen. Wat? Ja, en die is ook een heel klein beetje ook, heb ik gekeken. Dus hier is door het ruit heen liggen gewoon. Maar die ramen, die zijn zo zwart als de lak van mijn auto, hoe dan? Heb je nog een gaatje gemaakt in mijn ruit? Nee, u bent dusdanig tegen deze paal aangereden dat de achterklep open is gesprongen. Oh. En ik had het nog zo nogal zo gedaan dat hij niet werd gejaagd. Nou. Ik ga meneer even nakijken in het systeem, ik ben zo terug. User joined your channel. Oh, hoeft niet hoor. Ja, nou ja. Yo. Ik heb het net natuurlijk ook al gedaan. Yo. Ja, ik sta een beetje als een idioot in het systeem, dus ja. Ja, een beetje veel strafblad werkzaamheden. Ja, gelukkig komt binnenkort mijn zoon op het eiland en dan kan ik hier weer weg. Oh, en wat gaat uw zoon niet doen? Ja, als de ventie open gaat, dan gaat hij eens terzijde, dan gaat hij daarbij. Hij wil altijd al in het leger gaan, zei hij. Toen zei ik, zoon, dan moet je wachten tot op het eiland waar ik nou ben, het leger opgaat. Nou ja, dan wordt het misschien wel een echte vent. Ja. Beetje discipline kan geen kwaad bij de jeugd. Nee. Hij zei ook, ik ga tegenovergestelde doen voor jou. Ik ga wat goede pad op. Ik denk dat het een goed idee is als we deze meneer mee gaan nemen. Meer als 15.000 euro openstaan aan boetes. Plus bezit van verdovende middelen. En daar, Voor die boetes heb ik hem net gewaarschuwd al, dus nu mag het van mij. Maar nou in combinatie met de verdovende middelen die zijn aangetroffen in zijn bus, mag die van mij meegenomen worden en voorgeleid worden. Nou, ik zeg, wie heeft er zin om hem mee te slepen? Ik heb geen zin om voor te geleiden eigenlijk. Voorgeleiding wil ik wel doen, maar ik heb geen zin om hem in mijn auto mee te nemen. Oké, dan rij ik hem wel naar HB toe als jij dan ook die kant op komt. Ja, wil iemand wel de bus in beslag nemen? Ja, wie heeft de pionnen neergezet? Eenmaal stond er in het systeempje. Hoe neem je dat busje in beslag dan? Ja, zo dusdanig veel dat we jou eventjes mee gaan nemen naar het hoofdbureau. Alles eruit en zet hem maar neer op de parkeerplaats van HB. En dan gaan we eventjes alles uitzoeken. Oké. Oh ja. Nou ja, dan gebruik je de speciale DV maar. Ja, is alles al uit de bus gehaald? Nee, nog niet. Hoe doe ik mijn kofferbak open? U. Dat ja, gaat wat hier gebeurt. Niks, u mag ik gewoon verder rijden. Zat wel in beeld bij jou? Oké, sorry. Ik was gewoon nieuwsgierig hoor. Dat begrijp ik, maar je moet gewoon doorrijden. Ik kan niet zomaar stilstaan. Ja, fijne dag nog. Ja, hetzelfde. En nu ook niet? Als je zeg maar op mijn plek gaat staan? Nee, ik breek hem even open. Ik denk dat hij hem gewoon op slot heeft gedaan, van de smug.
Nee, want ik kan er wel in. What the fuck? Nee, ik kan er echt niet in. Ik breek hem gewoon even open. Ja, ik heb er alvast 50 cannabis uitgehaald. Top. Even kijken, het is 149 cannabis en 10 zakken. Oké. Okay. Dus alles in beslag nemen? Gaarne. Ja, die pionnen staan hier nog. Goed, als je wil kunt u met mij meelopen. Oké, okay, maar ik kan niet lopen, dat is het. Oké. Okay. Ik zit in de boeien geslagen. Oké, okay, moment. Ja, mijn... Ik zie namelijk geen boeien, wacht even. Nee, ik kan er nog steeds nog niet in komen. Okay. Nee, ik kan nog steeds nog niet in de kofferbak komen. Anders dv je je tour aan en trek je die auto gewoon... Maar wacht, die is natuurlijk kapot, dus dat heeft geen zin. Nee, die is kapot inderdaad. Voor mij doet de deur het niet. Dan doe ik het zo meteen wel naar de voorgeleiding. Ik doe even nog een ander trucje, wacht even. Nee, ik kan helaas niks. Goed, ik maak even uw handboeien vast, los. Mijn collega komt zo naar u toe en dan gaan we eventjes uitzoeken hoe of wat. Ja? Oké. Okay. Ik zit vast in handboeien, joh. Hij zit nou in de cel op HB, Jasper. Kevin. Heer Dijkema. Ja. Kevin. U weet waar u bent aangehouden? Wat zei je? U weet waarvoor u bent aangehouden, want ik ben de hulpofficier van justitie, dus ik ga uw voorgeleiding doen. Nou, omdat ik ben gekrist tegen een paaltje, denk ik. Nee, het gaat om de... Het gaat om de 149 cannabis en de 10 zakken cannabis achter in mijn kofferbak. 10 zakken. Oké. Okay. Mag ik daar maar eens achter komen? Dan was ik nou rijk geweest. En 149 gewone cannabis. Komt dat? Oh, dan was ik een rijk geweest. Ja, ik begin een beetje verkouden te worden, heb ik in de gaten. Dus ik denk dat ik... Sound muted. En dan natuurlijk nog de 15.000 euro aan boetes die openstaan. Ja, die kan ik zo betalen als ik wil. Ja, als je die nu kunt afbetalen, dan laat ik dat erbij weg. Ja. Nu, ik heb het allemaal op de bank staan, er moet allemaal ook handje kontantje de laatste tijd. Ja, nee, dat is helemaal goed. U bent verder niet tot antwoorden verplicht en u heeft recht op een advocaat. Wilt u die? Nee, ja. De advocaat is lekker met vakantie. Ik laat hem lekker zitten in zijn warme landje. Groot gelijk. Even kijken. ik ga zo de officier van justitie bellen over de strafeis. Oké. Okay. Ik ga zo de officier van justitie even bellen voor de strafeis. Ja, heb ik gehoord. Ja, dus dan kom ik bij u terug zo meteen. Oké. Okay. Collega. Yes. Wat denkt u? Hoeveel straf zou je willen doen? Nou, laten we eerst beginnen dat hij eerst boetes gaat betalen. Ja, maar die kan hij alleen contant afbetalen. Ja, dus dan... Dus dan moeten we naar een pinautomaat toe. Dat sowieso, ja. En voor de cannabis, wat zeg jij? Boete of celstraf? Ik denk dat dit keer een celstraf beter is. Hij heeft zo meteen al boetes van 15.000 euro plus.
En wat is jouw idee qua tijd? 8 maandjes. 10? 10 is prima, ja. Yes, dan ga ik meneer zo even mededelen hoe of wat. Ja, prima. En bedankt voor het vervoer. Ja, graag gedaan, hè. Hallo meneer, daar ben ik weer. Nou. Ik had er gehoord, 8 tot 10 maanden. Het galmt hier een beetje, dus dan hoor je af en toe wat. Oh, mijn excuus. Nou ja, in ieder geval, het wordt 10 maanden, heb ik met officier van justitie overlegd. Oké. Maar er zit nog wel een eis aan vast dat u nu de 15.000 euro aan boetes gaat afbetalen samen met mij. Oké, 15.000. Ja, dat heeft u ook gestaan aan boetebedragen. Ja, dan ga ik geld aan u geven. Pinautomaat? Oh, pinautomaat. Nee, dan moet u zelf netjes afbetalen via de F7-4. Oké. Maar dan mag u met mij mee naar de dichtstbijzijnde bank en dan gaan we daar even het financiële gedeelte regelen. Oké. En daarna breng ik u netjes naar de gevangenis. Oké. Ja, ik werk wel rustig mee. Nee, oké, dan hoef ik u niet in de boeien te doen. Ik zal voor de veiligheid met jou meerijden, collega, omdat het toch om een flink geldbedrag gaat. Dat is helemaal goed, dankjewel collega. 15.000. Graag gedaan. Ja, dat is een behoorlijk salaris. Dan moet je nagaan dat ik eerst boetes heb betaald van 60.000. Dan heeft u een flinke strafeis gehad, denk ik. Ja. Ja, we gaan, ik ga tekenen dat ik helemaal nergens meer voor wat betalen. En dat deed ik er ook niet. Totdat ik mijn auto had, dan deed ik wel weg. Hallo. Ja. Goedendag. Dijkstra. Ah, Shelby. Kunnen de heren instappen of? Nee. Kunt u nu ook niet instappen? Nee, ik klik mijn F-spier helemaal bijna kapot. Dan ga ik het heel even op een andere manier doen als je het goed vindt. Oké, doe maar. Ja, pas op voor uw hoofd. Wow. Collega Blokkenparkbank, denk ik. Ja, prima. Ja, meneer, als u even uitkijkt voor uw hoofd, dan haal ik u ook weer uit de auto. Ja, kan nog wel. Dat lukt wel zelf, gelukkig. Ja, ik zal even betalen. Goedendag, zoekt u iets? Meneer, een plitje. Waarom staan jullie eigenlijk hier voor de deur? Is hier iets aan de hand binnen of zo? Ja, wij zijn heel even een probleempje aan het oplossen. Maar als je gebruik wilt maken van de bank, dan mag je gewoon naar binnen toe. Oh nee, ik kom even kijken. Het voelde een beetje op dat jullie hier voor de deur stonden. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Dank u. Hallo meneer de agent. Goedemiddag, goede avond inmiddels. Ziet u die mevrouw die daar in die auto stapt? Die?
Ja. Wil ik graag aangifte tegen doen. Want ik rij hier netjes op mijn motor en de ambulance meneer heeft het gezien. Die kan het u als getuige stellen. En hij rijdt mij vol aan. Politie? Dan wil ik je even vriendelijk verzoeken zo meteen even langs haar hoofdbureau te komen en dan gaan we het even voor je uitzoeken. Ja? Neem je ja, graag. Oké, okay, top. Hallo. Ja? Ja? Hallo? Er was net iemand die ik net zag wegrennen in een steegje in, heel hard. Die kerel... Dat is Gigantos, dat is Gigantos. Die rende heel hard weg. En wat is daar raar aan? Ik weet niet, ik vind het niet normaal als ik hier politie zie staan met een ongeluk. En ik zie in één keer die rennen, ik dacht misschien is dat wel niet goed. Nee, wij zijn even bezig met yep. Iets anders dan ik ga maar naar de cel, ik moet in real life even eten. Oké, okay, dus, is goed. Hermo. Dat is prima, dan zetten we jou even in de auto en dan gaan we terug naar het hoofdbureau. Ja, ik moet nou even eten, dus ja. Oké, okay, dan doen we het vanaf hier, handelen we het vanaf hier af. Kan je anders even meelopen het steegje in? Het steegje in, dat valt, dan valt het minder op. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben uitgeplaatst. Hallo, meneer. Zo, goede avond inmiddels. Ja. Met z'n jas? Ja, sorry, ik moest vanaf het blokkenpark helemaal hier komen. Ik had er best haast bij. Ja. U hoort het, hè. Hé, maar ik zou graag even willen doen. Ik zou zeggen, pak daar even lekker een bak koffie. En dan... Ja, ga ik doen. Kom even op adem. Oké, de persoon heeft zich zojuist gemeld. Ja. Bij klacht, politie. Ik ga hem even omkleden, zo terug. Sure. Ja hoor, dat is goed. Waar heeft hij het gemeld? Jasper, die persoon heeft zich gemeld bij HB. Ja, ik heb hem gezien. Ja, ik kom nog wel even naar je toe, Verbeek. Jo. Ik heb een lekker bakje koffie, jongen. Oh. Kijk eens aan, mooi. Als je heel even nog één momentje hebt, dan komt mijn collega erbij en die komt alles eventjes noteren. Jochie. Ja. Hallo. Zou ik even naar de video. Het is weggaan, ik aangifte doen. Oké. Okay. Dallas. Nou, laat ja, die moties van tegenwoordig. Ja. Oh god, ik heb er ergens op geklikt. Hey, even één vraagje buiten roleplay om. Moest je om aangenomen worden als politie? Moest je zeker van al die testen doen en zo, of niet? Ja, positief. Ik heb dezelfde persoon hier weer staan en gehouden en die reed op rood. Nou, goeiedag. U komt mij helpen met de aangifte die ik wil gaan doen. Ja, ik kom mijn collega even ondersteunen bij de aangifte. Ja, precies, precies. Ja, ik weet niet wat er gebeurde, want het ging allemaal zo snel. Ik was misschien een beetje roekeloos aan het rijden. Ik heb er ook een verkeersboete van naar binnen, maar ik was iets te hard aan het rijden. En ik ga de bocht om. En er komt een Volkswagen Golf. Van links, die sowieso aan het spookrijden was, rijdt vol op me in. Het was sowieso VDM, dat ten eerste, en veel RP, want hij zei karma. Maar vervolgens rijdt hij mij vol aan. Mijn motor stond nog, was nog intact, rijdt hij ook nog eens over mijn motor heen. En steekt dan de middelvinger op en rijdt dan keihard weg. En vervolgens komt de ambulance... En zegt hij tegen de ambulance dat hij mij niet moet helpen. En toen is hij snel weggereden. Toen, ik weet niet of u dat was. Maar er stonden twee agenten bij de bank. En toen reed hij snel weg. Het was een Volkswagen Golf. Met blauwe LED-verlichting eronder. Heeft u dus een zwarte Golf. Heeft u hier toevallig ook videobeelden van?
Ik heb hier helaas geen videobeelden van, want mijn dashcam zit op mijn motor. Alleen hij heeft mijn motor zo hard aangereden dat die GoPro gewoon kapot is. En het SD-kaartje zit er niet meer in, die is ergens op de grond gaan liggen. Oh, dat is spijtig. Dan kan ik in ieder geval de aangifte opmaken van poging tot moord. Ja. Heeft u toevallig nog een kenteken kunnen noteren? Ik heb geen kenteken kunnen noteren, maar ik ken de persoon wel uit eerdere gesprekken. Want hij is ooit een... omdat hij minderjarig was, moest ik zijn ID hebben. Voor taxi, omdat ik hem mee wilde nemen met de taxi. En het is precies dezelfde persoon. Het gaat namelijk over Bertha. Rode Wolf. Bertha Rode Wolf. In een zwarte polo met blauwe ledverlichting daaronder. Kijken, Bertha. Ik zal even, Bertha Rode Wolf. Ik zal even de computersystemen controleren. Ja, graag. Nou, ik vind het echt niet leuk. Ik werk met de schompers om me enigszins mijn brood te kunnen verdienen. Die ambulancekosten komen er allemaal nog bij. Ja. Die motor was 4.500 euro. Ik ben geen miljonair. Ik kan niet alles betalen. Dan kan ik die hele motor nog opnieuw gaan betalen. Nou, daar zit ik gewoon niet op te wachten. Ik zet ze altijd staan als ze iets doen. Dat begrijp ik volledig. Wij zijn ook even ondertussen. Dan rijdt hij ook nog eens rijtypen. Ja. Snap je? Ja, ik snap zodat, het. Zodat er ook een opsporingsbevel naar mevrouw uit kan komen. Maar goed van niet, joh. Ja, heel graag. Nou, nee, want ik neem aan dat u natuurlijk al snapt, hè. Ik weet niet hoe breed u het heeft, hoef ik ook niet te weten, dat zijn mijn zaken niet. Maar ik heb het niet zo breed. Ik bedoel maar, kijk naar mijn outfit. Collega, ik heb een storing met het computersysteem. Zou je even kunnen kijken? Ja, ik ga de DSF-acht doen, maar dat mag helaas niet. Ja, ik ben bezig. Ook even de aangifte aan het verwerken, collega. Dus ik pak het zo in het systeem erbij. Ja, hoor. In ieder geval, persoon bestaat wel. Ik geef van 27 man staan. Oké, prima. Doet er niet toe. Even mijn vraag. Wat is uw naam eigenlijk, meneer? Mijn naam is Jonas Rode Wolf. Mijn kant op kunnen krijgen. Jonas Rode Wolf. Is goed. Ja. Ik weet niet wie het is, Goed. Dus ergens een verdwaald familielid van mij. Ik mag hem niet. Ik wil hem voor de rest ook niet kennen. Vandaar dezelfde achternaam. Ja, zeker. Dus niet, Nee, ik ga weer naar mijn portal. Sound muted. Hai, dat begrijp ik helemaal. Het is gewoon een vervelende situatie. Vooral als, voor iemand zoals ik die het gewoon niet super breed heeft. Ik heb in ieder geval in het systeem gezet dat Bertha Rode Wolf gezocht wordt voor poging op moord tot u. Ja, dat is heel erg fijn. Krijg ik daar op het moment dat daar vooruitgang in geboekt is, krijg ik daar nog een melding van ofzo? Of als meneer is aangehouden of iets dergelijks. Krijg ik daar nog wat van te horen? Of is het voor mij nu klaar en moet ik me er niks meer... Nee, wij handelen het verder af. Dus daar krijgt u verder geen echte meldingen meer van. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, oké, okay, dan weet ik dat. Nou, ik hoop dat jullie hem vinden, want ik vind het echt niet leuk. Nu moet ik naar de bank en dan moet ik het gaan uitleggen en dan moet ik hopen dat ik geld kan lenen met een rente die laag is. Want ik wil die motor wel echt terugbetalen. En hij is niet meer te repareren. Die ligt helemaal in stukjes, joh. Dan moet ik gewoon een nieuwe kopen. 1000 euro of zo, toch? Ja, de motor die is 4.500 euro. De reparatiekosten... Nee, hij is echt kapot. Maar... Inderdaad, ik kan wel voor 1000 euro kan ik hem even tijdelijk repareren. En dan kan ik natuurlijk wel eventjes sparen voor een nieuwe. Maar ja, 1000 euro haal ik niet zomaar ergens vandaan of zo. Dat snap ik. Misschien dat de verzekering... precies. Ik denk misschien dat inderdaad de verzekering nog wat voor me kan betekenen. Ja, inderdaad. Ik hoop het in ieder geval. En, willen jullie nog iets meer weten hierover? Of, willen jullie nog vragen? Want ik denk dat de verzekering wel uitbetaald wordt.
Ja, ik heb verder... heeft u volgens mij alles wel verteld. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf met blauwe led. En die heeft poging tot moord gedaan en de persoon was Bertha Rodewolf. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke bedankt, heren. Ja, vanaf hier staat nou alles en, in het systeem en verder is het nou gewoon een verzekeringskwestie. En dan wordt vanzelf allemaal opgelost. Hé, hey, dan schud ik bij hier, schud ik jullie de hand. Ja, u ook. En ja, hetzelfde. En dan, dankjewel. Dan wens ik jullie nog een fijne avond. Ja, ondanks alles een fijne hetzelfde. Dag. Hoi hoi. Hoi hoi. Yes, ik heb hem in de mail staan. Helemaal top, ik lees hem daar ook nog even door.